Pipeloy, vriendjes en vriendinnetjes. Vandaag gaan we een leuke goocheltruc doen. Ik heb een schaar en ik heb een touw. Haha, wat kan je met zo'n touw allemaal doen? Je kan de touw gewoon vastnemen en helemaal door je nek heen trekken. Maar dat gaan we niet doen, want dat is veel te gevaarlijk. We nemen ons touw en we laten zien dat we één lang touw hebben. Haha, spannend hè? We brengen ons touw helemaal naar boven. Ziezo. En dan laat je zien dat je natuurlijk vier stukjes touw hebt aan het eind. Dan vraag je iemand uit je publiek, een stoere knul, en je geeft hem een schaar. Als de kindjes te klein zijn, dan vraag je natuurlijk de papa of de mama. En je geeft de schaar aan de papa of de mama. En vervolgens mogen die het touw doorknippen. En dan zie je dat je niet meer één touw hebt, maar dat je plotseling twee touwen hebt. Ha! Ah ja, natuurlijk, want de papa en de mama hebben het touw doorgeknipt. Daarom hebben wij nu twee touwen. Maar een goede goochelaar die kan dat oplossen, want die knoopt die touwen weer netjes aan elkaar. Zie je? Haha! En dan heb je terug één lang touw. Maar een echte goochelaar natuurlijk, die legt niet zomaar een knoop. Want die maakt altijd gebruik van een magische knoop. En een magische knoop, dat wil eigenlijk zeggen dat je de knoop zomaar kan verplaatsen naar de andere kant van het touw. Of als je wil, kan je de knoop helemaal terugplaatsen naar het begin van je touw. En als je echt wil, dan wikkel je je touw rond je hand. Je maakt een magisch gebaar. Simsalabim. En je touw is weer helemaal hersteld. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie natuurlijk heel graag terug in een volgende video. Dag lieve vriendjes en schatjes van patatjes!